Buurvrouw, buur. Hé, hey, buurman. Ja, kan ik u even wat vragen? Oh, ik ga even parkeren. Ja. Buur. Moet het misschien. Kan ik even wat vragen? Maar zo van ja, kan je even hier komen? Maar naar hier is wel hi. Buri, boy. Goedemorgen, buurman. Sorry, goedemorgen, ja, Letty. Maar de smoot denkt dat ik naar achtervolg, mijn achtervolg. Je wordt alles hier, Miko, met mijn tangai. Is dat zo, buurvrouw? Maar naar Oli, Miko, la hier. Maar dat is samen te sabaka. Want ik weet zeker dat je me iets gaat vragen. Nou, een boensan, mijn actie, buurvrouw. Nou, een boensan, daarom je tak gado tangi tak michi. Want ik zit met een probleem. Oké, maar praat nou, want ik wil gaan pinnen. Oh, je gaat pinnen? Oh, ze hebben gestort voor je, no? Ja, waarom vraag je dat? Oh nee, omdat de man stort, Jimmy. Maar dan... Ik look goed op mijn slip, dat misschien dat ik extra geld heb gehad. Maar ik begrijp dat niet. En ik heb mijn dan aan voor, niet. Dus jongens, even heb een fout de man, Mickey. Extra? Ja, extra hebben ze op mijn salaris gezet. Heb je een loonslipje? Ja, toevallig heb ik het hier. Van misschien dat mee. Wat kan dan, hè? Kijk. Nee, buurman, u hebt geen belasting betaald. Die mensen die tot 4000 SAD verdienen, betalen geen belasting. Daarom lijkt het alsof je extra hebt. Maar zie je mensen net als ik die meer dan 4000 verdienen, die betalen wel belasting. Oh, na Sansebe leg hoe uit. Die mannen met je beknap naar winkel over een soort tripartiet overleg. Dan ga je van je karas aan ondergrens. Dan met je beknap over een soort money aan. Van ja, wie dat? Money. Precies, je hebt het onthouden, buurman. Laten we even eerlijk zijn, ik ga scoren toe. Ja, maar precies, dat is het. En dat zie je nu in de praktijk. Dat wat ik jullie had uitgelegd, dat was theorie. Mm-hmm. En dit is. Is dat wat ga je wat doen? Theorie? Naar praktijk! Ja, maar dat is nog niet alles. Want er komen nog meer maatregelen die per 1 maart 2022 worden bijgevoerd. Wacht, stop even. Moromoni wokisi. Buurvrouw, look nou. Met dit ben ik al tevreden, maar wat meer kan komen? Laten we even eerlijk zijn. En moet je een beetje laten horen, want is dat een beetje loop, money talk. Hi boy. Oké, dus alle sociale... Voorzieningen. Dankjewel. Alle sociale voorzieningen. Zoals AOV, mensen met een beperking, zwakke huishoudens, de rest ken je toch, worden bijgesteld. Maar vanaf dus dat want dat busje tapa uku. Odraai. Ja, AOV wordt 12,50. Hoe is die andere? AOV en zwakke huishoudens, die worden 12,50. En de kinderen, die mensen met een beperking? Met een beperking, van hun wordt 17,50. Serieus? Wauw, no, dat is top, dat is top. Echt dat is geweldig. Top. Maar buurvrouw, fa moesje, nanga maifu boiti, osap oteng de sandis opbiging. Dus de overheid zal ervoor zorgen dat ze via alle social media kanalen, GovTV, de boodschap en zo, de mensen zullen inlichten hierover. Mevrouw, hoe is het over Wansani? Mijn heer, Pistorif AKB. Oh, dus ik heb nog niet zoveel informatie daarover. Maar laat die bezig naar een pistool dat het is. Ze gaan ervoor zorgen dat elke Surinamer over een bankrekening schikt. Beschik. En dan gaan ze dan dat geld maandelijks storten voor ze, toch? Maar ik heb nog niet zoveel informatie erover. Dus gewoon social media blijven volgen. Of tv, de boodschap. Hé, maar hoe het ook over de boodschap? Hé, alle nieuws voor Lanti. Als je een volging op de voet, moeten ze gewoon kijken naar... De boodschap, GovTV, het is volgens mij 8.3. Ja, 8.3. Ja. Dan, in een misnek, hey, is de misdoen, look hoe de Fayakare 8.3. Herdemil, ja toch, want ik zou zijn als Annie. Behalve informatie van jou, dan ga ik checken als het klopt. Meneer, ik zou zo maar verder. Eigenlijk, meneer, heb je ja kon niemand ook gue. Is dat toch? Nee, eigenlijk moet je niet meer bij me komen even look hoe GovTV. Nee, ik moet checken als het klopt toch. Dus nou ja, geef me voor de volgende keer, ja? Is goed. Maar ik ga weg. Ah, is goed. Ik ga kijken op GovTV.